penalty. Arne Venlonaar staat er hier in Stadion De Koel. Scheidsrechter bij deze wedstrijd is Danny Makkely. En de opkomst van de beide ploegen. Eigenlijk gaat niemand in Venlo ervan uit dat dit de laatste wedstrijd van het seizoen is hier tegen Cambuur. Maar dat er nog een keer thuis gespeeld gaat worden tegen Helmond Sport dus. Bij Cambuur zeiden ze overigens na de eerste wedstrijd tegen VVV dat het niveau van VVV de Friezen nogal tegenviel. Dus dat ze toch wel voor een stunt zullen kunnen gaan. Nou, of dat gaat lukken. Dat gaan we natuurlijk zien. VVV natuurlijk met Ocebo in de spits. Hij de belangrijke man. De vraag is of hij blijft. Er is nodige belangstelling voor de Nigeriaan. En hij zal ook meer moeten gaan verdienen als hij bij VVV blijft. Dus twee redenen. We kijken naar de opstelling van de thuisploeg. Met Ocebo dus voorin, net als Wildschut. En Berghuis vanaf de rechterkant spelend. We kijken ook naar doelman Gentenaar. We zijn in het verleden dus in Amsterdam. En dat geldt ook voor de keeper aan de andere kant bij Cambuur. Want hij wordt gehuurd van Ajax, Marco Bizot. Bekende namen, alleen is er één nieuwe man in vergelijking met het vorige duel. Want hij was toen beschorst. Melvin de Leeuw speelt vanaf de rechterkant voorin. Hier hebben we de Leeuw. Die er speelt in plaats van Dissels. Terug van een schorsing. Het arbitrale trio met Danny Makkely. Hij moet deze wedstrijd in goede banen gaan leiden. Het veld is tot twee minuten geleden nog gesproeid. We zien Marcel Meeuwis aan de ene kant. En aan de andere kant Ugozan Türk. De captain dus, die laatste van Cambuur. En die speelde met name tegen MVV een uitstekende thuiswedstrijd. Was heel dominant, maar dat gold eigenlijk voor heel Cambuur. Ploeg zit in een goede reeks, is goed in vorm. Ja, en wat kan VVV dan doen hier op eigen veld? Normaal gesproken moeten ze het af kunnen maken. De voorbereiding van de Venlose voetbalvereniging in een kringetje. En dan is het iets over 4:30 en gaat deze wedstrijd zijn aanvang krijgen. Alles en iedereen is klaar. Cambuur gaat aftrappen in de vorm van Bob Schepers. Van Boksel. De Leeuw gezocht en gevonden, maar die vindt Barto niet. En Yoshida laat die bal rustig over de zijlijn lopen. Maar hebben Cabessi gaat gooien. Geen controle bij Schepers en VVV met de overname. Met hier Berghuis. Het jagen van Barto op doelman Gentenaar. Lebbe Cabessi. De bal als laatste geraakt door de Leeuw. De bedoeling van Cambuur is duidelijk. Vroeg storen. VVV direct achterin onder druk zetten. Zoals Cambuur dat ook deed uit bij MVV. Dat liep goed af, maar nu toch de aanval van VVV. Makkely zegt niets aan de hand, geen overtreding. En ik denk dat dat ook wel wat voor te zeggen was. Geen overtreding dus gemaakt op Ocebo. Ocebo weer gezocht, niet gevonden. Goed verdedigend werk van Hezen.
Uchebo wint het kopduel van El Macrini. Uchebo gaat weer neer. En heeft ditmaal wel de vrije schop gekregen. Die is inmiddels genomen. Timi Sela. Berghuis. Het is geen slechte bal. Meeuwis. Holla. Leiva Cabessi. En even het misverstand. In dit geval met Yannick Wildschut. Maar die jaagt door. En die verovert de bal. Knap gedaan door de speler die in belangstelling staat van heel wat ploegen. Bizot. Barto. Fel geattaqueerd door Vostermans. En dit is weer een overtreding. Nog een keer de duidelijke tik uitgedeeld door middenvelder El Macrini. Vier minuut wedstrijd, een vrije schop voor VVV. Die wordt weggekopt. De Leeuw en de tegenstoot. Turk met de paas. En VVV heeft alweer balbezit via Timi Sela die terug paast richting zijn doelman Gentenaar. Jagen door De Leeuw. Timi Sela, Uchebo. Met zijn bewaker Van Boksel. En geen risico genomen door linksback Vosselman. Turk. Bizot. Namens het team van Arts. De opbouw bij Heze. Van Boksel. Vosselman. Bizot. Even temporiseren. Even het gevoel krijgen. Maar deze paas is niet goed van Van Boksel. En dus is daar de overname van VVV via Holla. Vostermans. Timi Sela. Gentenaar. Vostermans. Moet noodzakelijkerwijs de lange trap geven. Maar die pakt prima uit. Vindt Uchebo. Die draait zich prima vrij. Schepers verdedigt even mee. Uchebo alsnog. Wildschut. Zal die bal trekken. Vindt Meeuwis. Voorzet van Leiva Cabessi. Bizot wordt daar geattaqueerd. En krijgt de vrije schop mee. Maar het is duidelijk. Dat zal Cambuur ook beseffen dat er scherp gespeeld zal moeten worden. Dat er weinig tijd is. Minder tijd dan normaal gesproken in de Jupiler League. Om de actie te maken en een bal aan te nemen en daar iets goeds mee te doen. Kijk, weer meteen druk gezet door VVV. Meeuwis wordt daar geschept. Krijgt de vrije schop mee van Boksel. Krijgt geen geel. Na de overtreding op de aanvoerder van VVV. Hier nog een keer dat moment. Tilt even zijn voet op. Afstand naar de goal. Dikke 25 meter. Holla. Laag gegeven, bal schiet door. En een geweldige ingreep van Van Boksel. Want de kans was daar toch voor Barry Maguire. Die er dus wel bij is, ondanks wat problemen met de enkel. Eerste grote kans leek zich aan te dienen. Nu de tegenstoot van Cambuur. Links ligt de ruimte en die wordt gevonden. De Leeuw, de voorzet en de kans. En wat voor een kans. De hoekschop uiteindelijk door de goede ingreep van Vostermans in het duel met Barto. En zo gaat het heel snel.
van de ene naar de andere kant. Eerste kans die zich aan lijkt te dienen voor VVV. Dat wordt door goed verdedigend werk van Boksel opgelost. En dan de Leeuw met het paasje. En uiteindelijk de kans die eruit gehaald wordt door Vostermans. Maar het geeft aan hoe snel en makkelijk Cambuur omschakelt. Hoekschop van de Vriezen met Bakker achter de bal. Bal komt achterin. Turk, Vostermans. VVV krijgt de bal niet weg. Bakker, de Leeuw. De Leeuw glijdt uit. Ja, er is zojuist nog gesproeid. Veelvuldig. Deenworp voor Cambuur. Hij kan wat ver. Jonathan Vosselman. Vosselman. Elmar Grini. Inspelen. De Leeuw komt er niet langs. Wel weer Deenworp voor de Vriezen. Micela. De bal valt voor de voet van Hezen, die haalt uit. En via Maguire is het opnieuw een hoekschop voor Cambuur. Levendeel begin dus in de eerste 8-9 minuten van deze wedstrijd. Nog geen echte kansen, wel de nodige dreiging voor beide goals overigens. Barto kopsterk, Van Boksel kopsterk, Hezen kopsterk. Het was Meeuwis die wegwerkt. En dan de kans voor Bakker om uit te halen. En deze inzet gaat ruim over de goal. Turk van Boksel. Deze. De Leeuw, het hakje is te kort. Overname Maguire. Maguire in het midden, Uchebo. Beweging bij Uchebo, maar de paas wordt onderschept door Van Boksel. Berghuis zoekt aan de andere kant Wildschut. Die vindt hij ook, maar die laat de bal van de voet afspringen. Overname Cambuur met Schepers. Die heeft ook genoeg snelheid. Wordt achtervolgd door de minst zo snelle Wildschut, maar die maakt wel de overtreding. Boksel, Barto, op inzet, Elmar Grini en geen buitenspel voor Schepers. Schepers, Turk vraagt die bal bij de eerste paal. Schepers maakt de actie en zoekt dan Turk, vindt hem niet. Barto, Turk met de kans en daar is de goal. De goal voor Cambuur. Het is Turk die de Vriezen na zo'n 10 minuten op 0-1 brengt. Het geeft aan dat Cambuur zich zeker niet wegsteekt, zeker niet alleen maar verdedigt, sterker nog de aanval zoekt. En hier zien we nog een keer de goal, geen buitenspel van Schepers. Turk kiest positie, dan is er knullig verdedigend werk. En is het Barto die Turk bereikt met de sliding. Hier wat ongelukkig natuurlijk het moment, in dit geval van Yoshida. En Turk profiteert in optima forma en brengt Cambuur op 0-1. En nu heeft VVV dus twee goals nodig. Het enige positieve voor de Venlonaren is dat ze daar zo'n 80 minuten nog voor hebben. Timisela met het paasje. Uchebo. Geen overtreding. Uchebo. En is daar de gelijkmaker. Jawel. Binnen de minuut. Het doelpunt van Frank Berghuis. En beide ploegen dus op 1-1. Een geweldig antwoord van de Venlonaren. Met een hoofdrol natuurlijk voor Uchebo. Die knap het duel weet te winnen.
Berghuis bediend. Hier nog een keer. Ucebo wint het duel. Speelt nog een man uit en bedient eigenlijk een beetje onbedoeld Frank Berghuis. Maar goed, niemand die daar al maalt aan VVV-kant. Berghuis laat Bizot kansloos en er staat 1-1. Bal als laatste geraakt door Berghuis en dus gooit Cambuur. Maar goed, met deze stand zijn de Friezen nog steeds geplaatst voor de volgende ronde. Geen goals in het eerste duel en nu binnen 12 minuten twee treffers. Eerlijk verdeeld. Yoshida, Gentenaar. Meeuwis, Ucebo met dat sterke lichaam draait zich weer goed vrij. Ucebo, Ucebo, paasje. Net niet mee kunnen nemen door Maguire. Barto. De Leeuw verliest in de lucht. In dit geval Van Holla. Ostermans, Luijver Cabessi, bal kwijt. Maar er wordt veel gestreden om iedere meter. Om iedere bal, Ucebo, weer hij. En ditmaal afgetroefd door de aanvoerder van Cambuur Turk. Bakker, prima verlengd. Schepers aan de linkerkant nu. Die staat redelijk vrij, het is gezien. Schepers zal graag de actie maken. Kiest voor de voorzet. Die wordt onderschept. Alsnog de voorzet van Vosselman. En nu is het wel buitenspel. De vlag omhoog van Barto. Ostermans, Timmy Sela, Ucebo, weer makkelijk weggedraaid toch in eerste instantie bij Van Boksel. Meeuwis, Lewa Cabessi, beeldschut naar binnen toegekomen. Ostermans. Ja, dat is een hele slechte paas, zocht Ucebo. Barto, die paas pakt wel goed uit. Bakker in het midden, Turk. Bakker. Opening aan de rechterkant richting De Leeuw. De Leeuw met het schot recht in de handen van Gentenaar. Hele open wedstrijd. Dat was ook een beetje de verwachting hier vandaag in de Koel. En die verwachting komt er meer dan uit, het eerste kwartier. Maguire. Yoshida. Van Boksel met de kop. Ucebo. Berghuis. Overtreding Vosselman. Van Boksel bij Ucebo. Vostermans heeft zich ook voor ingemeld. De vrije schop van Berghuis. Makkelijk gepakt door Bizot. En die zoekt meteen Schepers en vindt Schepers. En Schepers makkelijk weg bij Leiva Cabessi. Schepers met zijn snelheid. Leiva Cabessi in achtervolging. Weer Schepers. Alles en iedereen kwijt. Alleen komt hij dan tot een zeer matig schot. En had hij geen oog voor de ook meegesnelde bakker.
Timmy Sela. Meeuwis vraagt de bal. Yoshida, Meeuwis. Timmy Sela, handig balletje. Prima gedaan. Berghuis met Van Boksel en Vosselman. Uchebo en het is El Makrini die ertussen zit. Dat was hard nodig ook. Timmy Sela. Voorzet van Timmy Sela, weggekopt. Holla, geen controle. En wat paniek is weggewerkt door Bakker, maar het pakt wel goed uit. Barto. Schepers. Is alleen vooralsnog. Van Boksel. Kan doorlopen over de as. Wordt vooralsnog niet aangepakt. Turk. De Leeuw. De Leeuw met Timmy Sela. Die is die kwijt. Krijgt wel een zet. Vostermans haalt de bal weg. Turk. Vosselman. Hezen. Van Boksel is doorgeschoven. Die staat nog steeds helemaal voorin. Daar gaat de bal nu ook naartoe. Mooie aanname van de centrumverdediger. Vosselman. Barto. Barto met een schot. En dat gaat via het been van Yoshida over de goal. Verrassend. Van Boksel zojuist is opgerukt over de as van het veld. En die is voorin gebleven. Hezen heeft dat gezien. Want die ziet natuurlijk ook dat zijn maatje centraal achterin nog steeds voorin staat. Niemand in zijn buurt in eerste instantie. En dus was dit een hele goede keuze. Het levert Cambuur een hoekschop op. Corner van Bakker. Bij de eerste paal. Meeuwis. En die bal blijft dan liggen. En dan is er toch weer wat paniek bij VVV. Bakker. Deze voorzet is niet goed. Uchebo speelt de bal te ver voor zich uit. El Makrini terug. Tot bij Wout Drosten. Drosten. Van Boksel nog steeds voorin te vinden. Weer wordt hij gezocht. Van Boksel verlengd tot bij Bakker. Bakker. Turk. 1-2 onderschept door Timmy Sela. Vostermans haalt weg. Drosten trekt dan naar binnen op de momenten dat Van Boksel zich voorin meldt. Van Boksel wordt hier overigens gepakt. Nee, zegt scheidsrechter Makkeli. Geen overtreding van Meeuwis. Nou, klaarblijkelijk is er dus geen contact geweest. Trap van Hezen. Barto, bal schiet door. Wordt in de rug gesprongen en krijgt de vrije schop. Overtreding Vostermans op de spits van Cambuur, Martijn Barto. Ja, Vostermans springt niet, Barto wel en krijgt daadwerkelijk een zetje in de rug. Vrije schoppen over het algemeen gevaarlijk van de kant van Cambuur. Hezen kan ineens hard. Turk weet over het algemeen makkelijk een medespeler te vinden. Ook in Maastricht tegen MVV was er een ingestudeerde vrije schop waardoor het toen 0-2 werd. Wordt het Turk of wordt het Hezen? Het wordt Turk in één keer en lastig genoeg nog voor Gentenaar die de bal wegbokst naar de buitenkant. De Leeuw. Voorzet van de Leeuw, daar komt Schepers. Die komt maar een schoenmaatje of twee tekort. Maar verdedigend laat VVV toch, dat is de gerechtvaardige conclusie in de eerste 22 minuten, heel wat steken vallen. Nog een keer die vrije schop, de redding van Gentenaar. En dan de voorzet, waar Schepers net niet aankomt. Verlengen op Berghuis. Hezen.
Amakini, bal kwijt. Berghuis, lichtvoetig en goed gedaan. Zoekt Wildschut, Drosten. Terug tot bij Bizot, de Ajax-huurling. Bal schiet door, Barto, omdat Yoshida onder die bal doorgaat. En de vrije schop voor de Friese, die eigenlijk het beste van het spel hebben in het eerste kwart van deze wedstrijd. Toch opmerkelijk. Aangegeven natuurlijk door Alfons Arts. Wij gaan zeker niet achteruit lopen, want dat is absoluut niet onze sterkste kant. Cambuur speelt gewoon prima mee, sterker nog. Hij heeft ook de meeste kansen gehad tot zover. Timmy Sela, Uchebo. Paas is niet goed. In Helmond kunnen ze rustig afwachten hoe deze wedstrijd afloopt. Want Helmond Sport is de tegenstander van de winnaar. Uiteindelijk die moet komen uit deze confrontatie tussen VVV en Cambuur. Postelmans. Buitenspel dreigt, dus gaat het breed richting Berghuis. En die zal de actie willen maken. Berghuis. Meeuwis. Holla. Yannick Wildschut. Wildschut. Combinatie met Leiva Cabessi. Wildschut trekt die bal achter de goal. Uchebo gevonden door Wildschut. Maguire. Uchebo kiest positie en achterin is het Berghuis. Dat is de tweede van Berghuis. Uit de niets komt VVV op 2-1. Weer is het Berghuis. Een messcherpe voorzet die over Uchebo heen gaat. Maar dat was ook wel degelijk de bedoeling. En dus tevredenheid bij Dokhoff. Want zijn ploeg komt op 2-1. In een fase waarin Cambuur de wedstrijd meer en meer in handen krijgt, is het Maguire met een perfecte voorzet. En Berghuis komt die bal tegendraads in. Bizot voor de tweede maal geslagen door de aanvallen van VVV en VVV op 2-1. En daarmee is VVV natuurlijk wel door naar de 0-0 in Friesland. Van Boksel. Holla, Vostermans, Yoshida. Hezen, Bakker. Laat de bal van het bovenbeen afspringen. Timmy Sela. Goed gedraaid. Timmy Sela. Berghuis. Tot nu toe de man van de wedstrijd uiteraard. Maguire, Uchebo. En VVV wil nu doordrukken. Timmy Sela's voorzet. Bizot pakt die bal voordat Uchebo kan koppen. Voor Cambuur is het zaak om deze komende periode van zeg maar een minuut of 10 schadevrij door te komen. Want als het hier 3-1 wordt, dan lijkt het toch een gelopen verhaal.
Drosten, Bakker. Wout Drosten. Hezen naar zijn doelman Marco Bizot. Vosselman. Hij is de man die Berghuis lam moet leggen. Maar na aanvallen van VVV heeft dus al twee keer het doel weten te vinden. Ja, Drosten speelt eerst voor eigen rechten. Maar de overtreding was er inderdaad gemaakt door een VVV-speler. Dit willen ze bij Cambuur nog wel eens doen vanaf die positie. Barto zoeken en die moet dan terugkoppen. Barto wordt bijna gevonden. Maar zat in de tang bij Vostermans in dit geval. Leuke Bessie. En de doeltrap, die rest. De trap van Gentenaar, bijna een half uur gespeeld. Ocebo komt terug. Meeuwis. En Van Boksel. Vosselman kan die bal lastig kwijt. En dus gaat het maar achteruit naar Roger van Boksel. Vostermans, Berghuis. Ja, handig gedaan. Hij lokt de overtreding van Vosselman uit. Ucebo gaf het duwtje tegen Van Boksel. Vosselman. Schepers bal buiten geschoten. Blessure bij Ucebo. Nog een keer kijken. Hij wordt in de rug gesprongen door Hezen. Ja, die kopt gewoon de bal. De spits van VVV staat weer. Barto. Dat is goed, Barto. Maar ja, het laatste paasje richting Tuur komt er niet. Dit is een schot dat gepakt wordt door Gentenaar. Schot van de Leeuw. 2-1 is de voorsprong voor VVV na de 0-1 van Cambuur via Turk. Twee keer Steven Berghuis succesvol. En met die score is VVV dus door. Ja, Timmy Sela zocht het hoger op. Wilde over Schepers heen. En krijgt een vrije schop tegen. Dik half uur gespeeld. De vrije schop voor Cambuur via Erik Bakker. Genoeg lengte mee naar voren, maar de vrije schop is niet goed. Draait zo in de handen van Gentenaar.
PVV van Berghuis. Barto, bal binnengebleven. Vosselman, die kopt die bal tegen Timmy Cela aan en dus heeft Steven Berghuis even wat ruimte. Berghuis, Maguire, Holla, Wildschut. Wildschut en Drosten. Wildschut naar binnen toe, Maguire. Rechts is het Meeuwis helemaal vrij. Meeuwis, Berghuis. Van Boksel ertussen. Schepers met Timmy Cela. Maguire. Meeuwis met ruimte. Rechts Steven Berghuis in het midden. Uchebo. Die draait zich prima vrij. Maguire met het geplaatste schot en een prima redding van Marco Bisson. Barry Maguire. Dicht bij de 3-1. Uchebo, Maguire van een meter of 18 en Bisson die zich moet strekken, maar dat uitstekend doet. De corner van Holla. Niemand die aan die bal komt. Blessure overigens bij Hezen, die ligt in het doelgebied van Bisson. Makkeli heeft het niet gezien, maar Holla wel. De rechtervoet, daar zit de kwetsuur bij de ervaren centrumverdediger. Die eerder dit seizoen al zijn neus een keer brak. Van Boksel met de sportieve reactie. Hezen kan dus door. Kostermans. Het gevoel dat VVV meer en meer de wedstrijd aan het controleren is. En dat de 3-1 er eerder in zit dan een eventuele Friese gelijkmaker. Wildschut. Maguire. Lewa Cabessi. Fostermans. Te hard voor Uchebo. Maar ja, Bisson die kon niet. Van Boksel en Uchebo en de overtreding van de Venlose spits. Ja, heel veel is er niet aan de hand, maar hij geeft hem inderdaad een zetje. En dus is de beslissing van Makkeli te billijken. Fostermans. Ja, die kleunt erin, maar kopt toch echt de bal. Steven Berghuis, spel gaat verder. Elmar Krini. Barto ligt nog steeds gestrekt. En dus schieten ze aan Cambuurkamp de bal buiten. Hij kleunt er stevig in, Vostermans. Het zij gezegd. Maar hij kopt de bal. Maar ja, hij laat wel zijn arm liggen op de schouder en ook een beetje tegen het gezicht aan van Barto. Blokhoff met de aanwijzingen. Natuurlijk veel spanning. En Barto wordt behandeld.
in de geuzel tegen MVV. Scoorde die en gaf hier een assist. Was hij dus heel belangrijk bij die 2-0 zegen van Cambuur. Barto is weer terug. En bij VVV geven ze de bal niet terug. Vostermans. Ja, misschien nu toch wel. Acht minuten nog in de eerste helft. Het begin was matig van het team van Lokhoff, maar het herstel kwam er. Mede ook ingegeven door die twee goede goals van Steven Berghuis. Bakker, de bal te ver voor zich uit. Barto. Drosten. Overtreding van Wildschut. Makkeli laat het allemaal doorgaan. Drosten. Elmacrini. Turk. Schepers. Krijgt die bal voor. Timmy Sela. De Leeuw. Kruipt voor Maguire. De Leeuw. Krijgt die bal nog aardig voor. En het is Yoshida die weghaalt. Bakker. Van Boksel. Draait goed zijn lichaam erin. Bakker met het schot. Het schot van Bakker. En Gentenaar. Weer even een sterke fase van Cambuur. Van Boksel met het overzicht. Bakker de aanname en dan kort geschoten. Had weinig ruimte om uit te halen. Deed dat wel. Gentenaar pareert prima. Uchebo. Maguire. Uchebo. En net niet langs bij Leon Heesen. Vosselman. Barto glijdt uit, is net weer op tijd op de been om die bal te verlengen, maar vindt Schepers niet. Vostermans. Over Uchebo heen, Steven Berghuis. Vosselman raakt die bal verkeerd en heeft dan geluk dat hij Bakker onbedoeld bereikt. Heesen. Leiva Cabessi. Legt die bal in het midden neer en dus moet Yoshida die bal in één keer wegroeien. Rommelige fase, 5 minuten voor de rust. Turk. Elmacrini. De Leeuw. Ik denk daar iets te makkelijk over. De bal is over de zijlijn geweest bij Holla. Leonese. Ja, goede paas. Turk gevonden. Turk. Barto, Turk. Elmacrini, Drosten. Schepers gaat door het midden. Schepers is Leiva Cabessi de baas. En dan zit Leiva Cabessi er alsnog tussen. Maar die liet zich daar toch redelijk in de luren leggen. De linkervleugelverdediger van VVV. Hier is hij weer. Geen overtreding. Maat veel toe, Makkeli. Fluit niet voor je de witte wasje. Wissewasje. Van Boksel. Drosten. Yoshida. Maguire. Leiva Cabessi. Vindt Wildschut. Die redelijk sober eerste helft speelt. Ja, niet Wildschut. Trap van Heesen. Holla, Yoshida. Die wil het voetballend oplossen. Maar levert in bij Elmacrini.
Bakker vaak met de goede keuzes. Ook hier weer weggedraaid uit de drukte van Boksel. Bakker had gekund. Het kan alsnog. Barto, mooie combinatie. De Leeuw. Schepers. Het schot van Schepers. Hobbelt voorlangs. Maar er wordt behoorlijk wat naar elkaar geroepen en gewezen bij VVV. Want achterin oogt het zeker niet stabiel. En Cambuur combineert naar hart en lust. Mag dat ook doen. Goed ingespeelde ploeg. Steven Berghuis met de borst tot bij Timmy Sela van Boksel. Dat is een duel van Meeuwers. Ja, in de rug van Turk. Dorsten. Hezen. Vosselman wil die bal wel aan de linkerkant. Kan natuurlijk ook direct naar voren. Van Boksel. Dat is toch een keer verrassend als hij doorschuift. Hier weer. Dat brengt natuurlijk wel risico's met zich mee. Uchebo. Geen goede paas richting Wildschut. Leon Hezen. Schepers. Schepers met de voorzet. En Barto wordt weer van de bal afgehouden door Timmy Sela, die goed zijn rechterschouder gebruikte. Mocht het nodig zijn, kan Arts natuurlijk altijd nog pinchhitter Mark de Vries brengen. Vooralsnog zitten we in de slotfase van de eerste helft. Een zeer boeiende eerste helft waarin Cambuur dus op 0-1 kwam via Turk. Waarin beide ploegen toch aan elkaar gewaagd zijn. En waar Steven Berghuis ervoor zorgt dat VVV hoogstwaarschijnlijk met een 2-1 voorsprong de rust ingaat. Van Boksel krijgt de vrije schop. Een minuut extra tijd gaat er minimaal bij komen. Aan het einde van deze eerste helft dus. Marco Bizot. Barto en Vostermans, weer die twee. En Uchebo en Van Boksel, weer die twee. Berghuis, Uchebo, buitenspel. Net aan, maar het was wel degelijk buitenspel. Nou, nog één aanval wellicht van Cambuur. Hezen, Drosten. Bizot. Vosselman. En de bal gaat over de zijlijn. De laatste seconden tikken weg. Niet handig gedaan overigens. Door de keeper van Cambuur. Ja, je zult er nog één tegen krijgen. Uchebo, Uchebo met de actie. En hij verprutst de kans, want hij schiet hoog over. Het is tevens het laatste wat er gebeurt in een zeer boeiende eerste helft hier in De Koel in Venlo. VVV Cambuur na de 0-0 van het eerste duel. Gaan we rusten met een 2-1 voorsprong voor VVV. En dat had zomaar 3-1 kunnen zijn via de kans van Uchebo. Steven Berghuis, de man die het verschil maakte namens de Venlonaar. Hij scoorde twee keer nadat Turk Cambuur op 0-1 had gezet. U bent weer terug in De Koel. We gaan zo daar beginnen aan de tweede helft van het duel tussen VVV en Cambuur. Vooralsnog geen wissels bij beide ploegen. Maar ik kan me niet aan een indruk onttrekken dat mocht Cambuur laat in de wedstrijd nog één treffer achterstaan, dat Mark de Vries gebracht gaat worden door Alfons Arts als pinchhitter dus. Kopsterk als hij is. Ton Lokhoff, voorlopig zit zijn ploeg in de volgende ronde bij deze stand. Maar ja, er moet nog een hele helft gespeeld worden.
Een aantal spelers van VVV is nog niet terug. Ucebo is de laatste die nu richting de middenstip gaat. Of daar in de buurt. Makkeli informeert even bij de vierde man. En Jacobs namens VVV staat daar ook bij. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er is in ieder geval iets wat niet helemaal goed is. Wim Jacobs gaat nu richting de supporters van VVV achter de goal van Marco Bizot. En zit er een probleem bij het doel, bij een van de netten. Het lijkt er alleszins op. Nou, ook als u klusjes mocht hebben, is Wim Jacobs altijd te bellen. Hij lost het in ieder geval heel snel en goed op. Deze oud doelman. We gaan beginnen aan de tweede helft. VVV trapt af en leidt dus met 2-1. En dat is voldoende om zich te plaatsen voor de volgende ronde van deze Jupiler League playoffs. Drosten. Richting Schepers. Barto, hakje is prima. Schepers. En Yoshida met de schouderduw tegen Schepers. Makkeli stond er vlakbij, geeft geen vrije schop. En dan is het Holla die aardig eentje door mag trekken. Maar uiteindelijk gestuurd wordt door Hezen. Aan de andere kant, Timmy Sena voldoende. Vostermans. Ucebo ziet die bal net over zich heen vallen. Van Boksel. Bizot. Hezen. Vosselman. Die Berghuis bij die goals veel ruimte liet. De linksback. Schepers. Goeie opening, althans dat leek zo. Maar Vosselman zit ertussen. En nu VVV met omschakeling. 4 tegen 4. Berghuis. Geen overtreding van Drosten. Maguire kreeg die bal achter zich gespeeld. Turk. Gebeurt hem zelden of nooit, maar geen goede controle van de middenvelder. Van Cambuur. Meeuwis. Ucebo. Die lange benen. Draait goed. Hezen werkt weg. Maar VVV heeft alweer balbezit met Holla. Berghuis. Marcel Meeuwis. Postermans, Gentenaar. Miltschut wint weliswaar het kopduel, maar het is toch Cambuur met het balbezit. Vosselman met de trap. Vostermans, dit is niet echt briljant weggewerkt. Aan de andere kant was het buitenspel. Dus is er gewoon een vrije schop voor VVV. Yoshida. Maguire. De hoofd voor Ucebo, Hezen, El Makrini. Drosten, wat kort. Yoshida. Ja, dat is soepeltjes gedaan. Prima opgelost. Timmy Sela.
achtervolgd door De Leeuw, Berghuis, Meeuwis, Uchebo, Kibicela, Berghuis. Ziet er veelbelovend uit deze aanval, maar hij wordt toch eventjes gestuit. Een dure fase van balbezit voor VVV, Yoshida. Schitterende opening, Berghuis. En Vosselman, maar de bal is al over de zijlijn geweest en dus gooit Cambuur. De Leeuw. Hij wil te veel zelf. Yoshida, Gentenaar. Deze. Vosselman. Bartel. Postemans terug kon niet. En de overname door Cambuur met Bakker. Inschuiven van Drosten. Rechtsschepers. Tegen de zijlijn aangeplakt. Nu naar binnen gekomen. Bob Schepers. Schepers, ja, wil uithalen. Maar het is Leiva Kabessi die goed verdedigde. En terug op eigen helft bij VVV. Deze Nokia door Maguire en ook de bal terug tot bij Bizon. Holla, in de bel met Barto. Snel genomen door Maguire, die vrije schop. Berghuis, Maguire, Berghuis krijgt die bal mee. Drosten. Zomaar in de voeten van Wildschut. Wildschut heeft te veel ruimte nodig. En Drosten. Op de bal over de zijlijn. Als VVV de derde goal maakt, dan kan het achterover gaan leunen. Dan zal Cambuur nog meer naar voren moeten spelen. Dat betekent ook dat er ruimte komt voor snelle mensen als Berghuis en Wildschut. En VVV is duidelijk op zoek naar die derde goal. Uchebo, bal aangeraakt, hoekschop. Ja, je wordt ook nog gratis bruin hier vandaag. Ideale weersomstandigheden, de zon schijnt. De corner van VVV. De bal komt helemaal achterin. En gaat over alles en iedereen heen. En dus rest een doeltrap. Hezen. Schepers. En dat is goed. Schepers. Hij loopt zichzelf voorbij en levert in bij Maguire. Van Boksel. Elma Crini. Prima gedaan. Hezen. Van Boksel. Schuift waar mogelijk door. Schepers. De voorzet is zeker niet slecht. Barto. En die kopt die bal. Uiteindelijk tegen Timmy Sela aan. Ja. Daar was Cambuur dicht bij de 2-2. De voorzet van Schepers, Gentenaar blijft staan. En dan Timmy Sela onbedoeld zit hij ertussen en maakt hij een hoekschop van. Naar de kopstoot van Barto. Vanzelfsprekend is het een hoekschop.
Corner van Bakker. Van Boksel en Hezen mee naar voren. En Maguire haalt weg. Vosselman sprint wel met Berghuis. En de ongelijke strijd wordt gewonnen door Vosselman. Die de bal ook nog eens via de voet van Berghuis over de zijlijn ziet gaan. Turk opent op Schepers. Schepers met voor zich Lewa Kabessi. Dubbele dekking, ook Wildschut erbij. Schepers en bal aangeraakt, hoekschop. De maker van de 0-1, Turk achter de bal, de aanvoerder van Cambuur. Bij deze corner na zo'n 10 minuten in de tweede helft. Corner Turk. En hij mag nog een keer trappen. Turk met de voorzet, komt achterin en Timi Sela verlengt de bal. We krijgen een corner aan de andere kant en die wordt dan getrapt door Bakker. Een aantal spelers loopt zich warm, onder andere Charles Dissels aan de zijde van Cambuur. De corner van Bakker. Iedereen terug in het eigen 16 meter gebied bij VVV. Dan is die hoekschop laag. Zit Meeuwis ertussen. Bakker, mooie controle. Bakker. En dan het balverlies bij De Leeuw. En die heeft ook een overtreding gemaakt. Vrij schop niet op de juiste plek genomen, zegt Makkeli. Dan was VVV weg geweest. Maguire. Yoshida. Drosten. En met het nodige kunst en vliegwerk komt Cambuur hieruit. Barto. Meegeven aan El Macrini. Schepers is inmiddels onderuit gegaan. Weer op de been en net op tijd om de bal te controleren. En inmiddels is de bal echt over de zijlijn geweest en mag VVV het inwoord nemen. De Leeuw. Macrini, Drosten, dat is goed gedaan. Doorjagen nu door Meeuwis richting Van Boksel. Die vindt Turk, goede aanname van de captain. Maar dit is ook goed, de actie van Timi Sela. Blessure bij een van de Cambuurspelers. Het spel gaat verder. En Wildschut wordt gevonden. En de mistrap van Hezen, maar die kan met de kop herstellen. Iedereen weer op de been bij Cambuur. Ook deze man. Schepers. Van De Leeuw, Wout Drosten, Turk, dat schudt er een klein beetje tussen, Bakker, Hezen, goede paas, Turk, voorzet van Schepers, Barto legt terug, Turk, wat
een goede goal. Wat een schitterende goal van Turk die het uiteindelijk doet. Die schiet die bal spijkerhard in de kruising op aangeven van Barto. Prachtige aanval over veel schijven en het staat 2-2. De tweede van Turk en met dit resultaat zou Cambuur zich plaatsen voor de volgende ronde van de Jupiler Playoffs. Hij staat zelf aan de basis, Turk. De voorzet van Schepers. Barto legt die bal terug en dan subliem binnengeschoten. Geen enkele kans voor Gentenaar en 2-2 op het scorebord. Ook eens aan Turk maakt er 2-2 van en dan hebben we ongeveer een uur gespeeld. En nu zal VVV weer moeten. Kunnen ze weer zo snel reageren, net als in de eerste helft. Toen was het binnen de minuut na de 0-1 van Turk alweer gelijk. Ja, Lacrini. Drosten, Barto. Overname Holla, Berghuis, Bakker. En Holla zet hem van de bal af. Holla, en dan is daar de obstructie van Erik Bakker. En krijgt VVV een vrije schop op een absoluut kansrijke positie. Holla en Berghuis bij de bal. Het wordt Holla. Het wordt ook Bizot. Die zoekt meteen Schepers en die vindt hij. Schepers, Leiwak en Bessie. Kijkt goed naar de bal. Wildschut. Speelt kleurloos tot zover. De linksbuiten die in de belangstelling staat van een hele reeks clubs. Janiek Wildschut. Maguire laat de bal zomaar van zijn voet af springen en maakt dan de overtreding op Barto. Is geraakt aan de rechterknie. Ja, onopzettelijk, maar Maguire raakt hem wel degelijk aan de knie. Barto krabbelt inmiddels weer overeind. Hezen. Timmy Sela. Turk. Cambuur het hier op 2-2 houdt en uiteindelijk ook af weet te rekenen met Helmondsport hebben we volgend seizoen dus twee Friese ploegen in de Eredivisie. Dat is wel eventjes geleden. In 2000 was dat voor het laatst het geval. De vingerinworp richting Barto. Vostermans komt weg en dan is er gefloten voor een overtreding van diezelfde Martijn Barto. Ja, de Friese fans die meegekomen zijn uit Leeuwarden horen we nu met name op vokaal gebied. Hier zitten ze in het uitvak. Meeuwis. Timmy Sela. Uchebo. En dat zou wat zijn na de Graafschap ook VVV. Terug naar de Jupiler League. Terwijl er hier grootse plannen zijn, een nieuw stadion. Doorgroeien, de begroting omhoog schroeven. En dan past het absoluut niet in het beeld om dat een niveautje lager te gaan doen. Deze Leiva Capessi, eventjes Schepers, te lang, Schepers, nog steeds Schepers, kan zomaar doorlopen. De voordeelregel toegepast en is dit al een overtreding? Nee, Wildschut verdedigt mee, speelt de bal. Misbaar wordt gemaakt door Schepers, maar die staat inmiddels weer, de Leeuw. Ja, Cambuur doet er wijs aan, het blijft gewoon voetballen, probeert de aanval te zoeken. Natuurlijk brengt dat risico's met zich mee, maar de kwaliteit van de ploeg ligt nu eenmaal gewoon
voorin met name ook. Arts heeft geen team dat tegen de eigen 16 aan kan spelen. Dat is vragen om problemen en zo zijn ze ook deze wedstrijd niet ingegaan. En vooralsnog lijkt zich dat terug te betalen. Kostermans, Gentenaar. Nou, Macrini, nog een keer. Verdediger van middenvelder. Hij balverlies, Berghuis met overname. Paasje richting Uchebo. Uchebo met Van Boksel. En Van Boksel met de sliding op de bal. De inworp voor VVV. VVV gaat zo dadelijk wisselen. Rokhoff weet dat zijn ploeg nog zo'n 25 minuten heeft. Om in ieder geval één keer te scoren. Dan moet het achterin wel dicht blijven. Timmy Sela, Berghuis, voorzet van Berghuis. En daar is de kans! De kans! Maguire! Helemaal vrij! Cambuur door het oog van de naald. Kijk hoe vrij die staat, maar hij kan die bal net niet controleren met zijn linkervoet. Uchebo kleunt erin. Uchebo. En dan is er gefloten voor een overtreding door Makkali. En ontploft de koel. Althans de fans van VVV. En we gaan de wissel krijgen aan Venlo's kant. Brian Linssen gaat erin komen. Maguire, die zojuist dus die kans kreeg om er 3-2 van te maken, wordt naar de kant gehaald door Tom Hoffman. De man van de assist bij de 2-1. Een prachtige paas richting Berghuis die binnenkopte. Naar Cabessi. Op de bal over de zijlijn. El Macrini, Drosten. Macrini. Cambuur doorgaan ten koste van VVV, dan zijn er dus twee ploegen die in de eerste ronde van de Jupiler League play-offs al in actie moesten komen. Den Bosch en Cambuur, die de ploegen uit de Eredivisie, die respectievelijk 16 en 17 werden, VVV en de Graafschap, tot een niveau lager veroordelen. Kwartwedstrijd nog te gaan, de trap van Timmy Sela richting Meeuwis. Van Boksel tegen Meeuwis op. En dan Meeuwis die de bal verovert. Op inzet. De captain geeft het goede voorbeeld aan zijn medespelers bij VVV. Uchebo. Deze kop weg. Kostermans. En Bizot. Pakt die bal heel rustig. Goed gedaan door Schepers. Paasje van Schepers doorzien door Yoshida. Dit lijkt me Hens van Wildschut, dat is het ook. Makkeli zag het ook. Deze laat lopen, Drosten, Hakje, Hezen.
Het is een ploeg wel met heel veel vertrouwen hoor. Cambuur Hezen met de paas. Die is niet goed richting Barto. Elma Krini. Een blessure bij VVV. Yoshida die daar ligt. Heeft er alles schijn van. Yoshida weer op de been. Beklaagt zich bij scheidsrechter Makkeli. De Leeuw. Uchebo. De paas is net iets te hard, zeg. Daar was Linssen voor het eerst. Met de paas dus. Hij inmiddels Cambuur alweer weg. Op de helft van VVV. Met de voorzet richting Barto. Barto met de kop. Kan geen kracht zetten, maar wint wel in de lucht van Yoshida, die wat trekkenbenend rondloopt. Deze Vosselman. Schepers. Schepers. Zoekt en vindt Turk. Turk. En Laiba Kabessi, die wordt vastgehouden. Makkeli laat de voordeelregel eerst eventjes toe. Maar hij ziet dat er geen voordeel uitkomt en dus... is de vrije schop voor VVV. Yoshida gaat trappen. Nou, hij heeft toch waarschijnlijk niet zoveel last. Van dat moment van zojuist dat hij niet door kan. Vosselman. Elma Krini. Elma Krini. Via Linssen de bal over de zijlijn. Nou, Lokhoff wil zelf die bal snel pakken. Hij gooit hem nu naar Drosten. Elma Krini. Dat is goed gedaan door Yoshida. Yoshida gaat door. Wordt gezet door Uchebo. Yoshida. En dan zijn we toch weer helemaal terug bij Vostermans. En er is alle inzet en moeite van Yoshida voor niets geweest. En is er ook toch het fluitconcert vanaf de tribunes in de koel. Voetballer wordt er geroepen door de supporters van VVV. En je mag toch, hoe dit ook afloopt, een enorm compliment maken aan Cambuur. Dat eerst zo goed speelde tegen MVV in die dubbele confrontatie. En nu toch ook vandaag tegen VVV. Absoluut niet de onderliggende ploeg is. Worden zij, terwijl het hier helemaal misgaat, paasje van Berghuis richting Wildschut. De man die het toch zouden moeten doen vanaf de vleugels. Nou ja, me dunkt, Berghuis heeft er natuurlijk wel twee gescoord. Maar wordt Cambuur dus de ploeg die in een twee weken tijd het Limburgse voetbal in mineurstemming brengt. Eerst de uitschakeling van MVV en nu die van VVV. Holla, Uchebo, Meeuwis, Berghuis, goeie aanname, Berghuis. Berghuis, inspelen, Linssen, kort gedraaid, Linssen probeert het dan zelf en het levert een corner op. Vostermans. Yoshida, allemaal mee naar voren. Alleen Schepers niet terug bij Cambuur. Bal komt achterin, daar komt Vostermans. Maar het is Van Boksel die wegkomt.
En nog een keer. Ucebo. Linssen. Linssen. Turk. En dit is kansrijk. 3 tegen 2. Barto wint het duel van Linssen. Turk. Schepers staat bijna buitenspel. Nu niet meer. Schepers. Doet hij het dan? Schepers. Nee hoor. Gaat voor eigen succes. En dit had Cambuur natuurlijk veel beter uit moeten spelen. Het is uiteindelijk Leiva Cabes die ertussen zit. Maar dit had de 2-3 kunnen betekenen. En nog 2 goals maken. Dat lijkt toch een mission impossible voor VVV. Nu is er nog van alles mogelijk. Barto. Turk, Schepers en slechts een hoekschop. De maker van de 2 Friese goals. Turk met de hoekschop. Gentenaar bokst weg. Berghuis, niemand voorin nog bij VVV. Nu wel. Wildschut, maar Drosten kopt. Goeie aanname van de Leeuw. Yoshida haalt weg. Bakker. Bob Schepers. Schepers probeert het in de korte hoek. Gentenaar laat zich niet verrassen. Timi Sela. Ucebo. Ucebo. Meeuwis in een uiterste inspanning. Linssen. Ucebo. Holla. Probeert het van ver. Holla. Berghuis. Timi Sela. Berghuis. Iedereen terug bij Cambuur. Drosten komt weg. 2 man, nee, zegt Makkeli. Maar VVV houdt wel balbezit. Vostermans. Linssen. Van Boksel zit ertussen. Vosselman kan die bal naar voren trappen. Nee, dit lijkt me geen buitenspel van Barto. VVV gaat wisselen. Vostermans wordt naar de kant gehaald door Lokhoff. Een verdediger eraf. En Oetje Lokhoff komt erin. Een aanval erbij. 1-1 achterin. En een extra spits. Naast Ucebo. Aan Venloze kant. En dat alles voor het laatste kleine kwartiertje. De Leeuw opgelapt. En Lokhoff, ja, de spanning is groot. Voorlopig staat hij met lege handen. Maar zijn ploeg heeft nog een minuut of 12-13 om dat te voorkomen. Een voor werd gezocht, niet gevonden. Meeuwis. Wat voor. Turk. Bal blijft binnen. Bakker. Yoshida. En centrumverdediger op tijd terug. Terug tot bij Gentenaar. Ucebo. Drosten, zeer attent. Van Boksel. De Leeuw. De wissel bij Cambuur. Melvin de Leeuw wordt naar de kant gehaald. En Charles Dissels komt er voor hem in.
geschorst bij het eerste duel. Nu een goed optreden van de Leeuw. Ocebo. Een foutje van Berghuis. Bizot komt niet. Nou, wat voor. En Bizot met de redding. Daar was de invaller even. Ocebo voor. Cambuur. En voor het eerst Dissels, net in het veld gekomen. Charles Dissels, strakke bal. En geplaatste schot, althans het was de bedoeling van Barto. Voor links is het wildschut helemaal vrij. Het is gezien door Berghuis, maar die paas wordt eruit gehaald. Bakker, voldoende. Ja, sterk gespeeld. Speelt een dijk van de wedstrijd op het middenveld bij Cambuur, El Macrini. Drosten terug tot bij Bizot. Yoshida. Vosselman kruipt voor Ucebo. Is in de slag met de Nigeriaan en die zet goed door. Krijgt die bal ook nog voor. Drosten haalt weg. PVV drukt Cambuur naar achter. Maar levert het ook een kans op. Een bal voor. Holla, die heeft een aardige pegel. Wat heet? Danny Holla maakt er 3-2 van. En wordt het dan toch eindgoed al goed voor VVV. Holla van de meter of 20. Met een hard vlakschot. Waar Bizot voor moet passen. Hier zien we dat nog een keer. Het terugleggen. Aannemen met rechts. Uithalen met rechts. Van een streep. En VVV op 3-2. Doelpuntenmaker Danny Holla. En dat is een doelpunt dat heel wat waard is. Ja, Mark de Vries meteen al uit het trainingspak. Die gaat zo dadelijk gebracht worden voor de slotfase. Ook VVV gaat nog een keer wisselen. Emenike wordt gebracht. Ja, die moet natuurlijk centraal achterin. Het gevaar de Vries gaan bezweren en het gevaar Barto. Wat een heerlijke wedstrijd is dit hier vandaag in Venlo. Waarin twee ploegen... allebei vol voor de overwinning spelen. Voor VVV was dat natuurlijk absoluut de noodzaak na de 0-1 van Turk. Maar ook Cambuur zoekt waar mogelijk de aanval. Steven Berghuis naar de kant. Emenike is zijn vervanger. En bij Cambuur is het Erik Bakker die eruit gehaald wordt. En Mark de Vries voor... de laatste 7,5 minuut. Hij mag naar het front. Drosten. Het wordt Vabank voetballen. Emenike meteen met zijn eerste kopbal en met zijn tweede. En een onfortuinlijke botsing. Twee geblesseerden op de grond. Brian Linssen ligt daar onder andere. Als het zo blijft, ja, kun je toch te doen hebben met Cambuur. Zo goed gespeeld, maar uiteindelijk met lege handen staan.
Maar ze gaan in ieder geval strijden ten onder hier in Venlo als ze al ten onder gaan. Lokhoff met de aanwijzingen. Hier nog een keer het duel. Ja, Macrini en Linssen, beide enigszins gekwetst naar de kant. En dus even verder met 10 tegen 10. Ja, Macrini komt niet meer terug, zoveel is duidelijk. Meeuwis, Linssen is terug binnen de lijn. VVV even met 11 tegen het team van Cambuur. Het jagen van Parto, de Vries jaagt ook door richting Gentenaar. Marco van der Heijden gaat erin komen bij Cambuur als vervanger van El Macrini. Leenworp richting de Vries. De Vries verlengt. Barto. Voorzet van Barto. De Vries komt er niet aan, maar er is de goal. De goal is er van de man met zijn eerste balcontact. Marco van der Heijden maakt er 3-3 van. Koud in het veld. Het is de eerste bal die hij aanraakt. En het is de goal voor Cambuur in de 86e minuut. El Macrini noodgedwongen naar de kant met een blessure. Van der Heijden wordt gebracht en die schiet de 3-3 binnen. Na een prima actie van Martijn Barto. Dit is toch een onvoorstelbare wedstrijd. Barto zet door, legt die bal terug. De Vries kan er net niet bij, maar wel Marco van der Heijden. En 3-3 de stand. En nu is VVV weer gedegradeerd. En nu moet de thuisploeg weer alles naar voren zetten. Emenike werd gebracht om de boel achterin dicht te houden. Daar slaagt het team van Lokhoff niet in. 3-3 en nog een paar minuten te gaan. Schepers met de trap. Dissels, de Vries. Net geen controle, wel een beetje een onhandige overtreding gemaakt. Vier minuten nog, plus wat er nog bij komt, heeft VVV, Gentenaar, Wildschut. Van der Heijden. Buitenspel, vlag is omhoog. Emenike zoekt Uchebo. Uchebo raakt die bal als laatste. Krijgt een licht setje van Boksel. Makkeli zag daar geen overtredingen. Heerlijke wedstrijd met wisselende kansen. Het begon geweldig voor Cambuur met die goal van Turk. Toen Berghuis twee keer. VVV dus geplaatst voor de volgende ronde. Turk verstoorde het Venlose feestje weer hard. Maakte er 2-2 van. Toen die geweldige knal van Holla. Toen leek VVV zich weer te plaatsen voor de dubbele confrontatie met Helmond Sport. En uiteindelijk is het Van der Heijden die voor 3-3 zorgt. En dus wijzen alle pijlen weer richting Leeuwarden voor het bereiken van die volgende ronde. Dissels. Komt hier de definitieve beslissing. De Vries zegt, oh dat was wat geweest. Met het hakje achter zijn standbeen langs. 3-3. VVV leeft nog, maar zit wel aan de beademing. Van der Heijden, Dissels, Barto. Weer een ongelofelijke hoofdrol voor hem. Met een paar assists. Alle goals via een assist van Barto tot stand gekomen. Hier Barto weer met een assist. Komt hier de beslissing? Nee! Schepers laten het liggen. Had Cambuur definitief naar de volgende ronde van de Jupiler League play-offs kunnen schieten. Maar laat dat maar. Hey,
hier nog een keer die actie van Schepers. Heeft dan op dat soort momenten ook weinig oog voor medespelers. De Vries. Ja, die gaat er gewoon voor staan. En komt daar nog bijzonder aardig uit. De Vries met de voorzet. Maar de bal is over de achterlijn geweest. Een aantal VVV-supporters verlaat de koel al hier. Die hebben er geen geloof meer in. Nog een minuut te spelen, plus wat erbij komt. Hemenieke, Holla. Yoshida is doorgeschoven. Hier komt hij. Van der Heide, Schepers. Hemenieke. Richting wil voor verlengen. Ucebo wil voor de voorzet. En Vosselman die daar met de kop tussen zit. Meeuwis, Holla. Timmy Sela. Marcel Meeuwis. Holla. Dan gaat het terug naar Hemenieke. De lange bal. Ucebo mag aannemen, mag afleggen. Yoshida, geen overtreding. Maar het schot is daar en de bal aangeraakt. En in de handen van Bizot. Het appelleren voor een overtreding op Yoshida. Maar dat appel wordt niet beloond. En dan is Holla heel erg boos. We hebben nog geen kaarten gezien in deze wedstrijd. Holla mag zich melden bij Makkeli. Hij leek de golden goal te maken. De goal waardoor VVV alsnog Cambuur voorbij ging. Geen kaarten. Ook dat mag gezegd worden. Makkeli leidt deze wedstrijd uitstekend. De belangen zijn groot. De spanning is groot. Het scoreverloop is ongelooflijk boeiend geweest. En dan geen kaarten trekken. Het was ook niet nodig. Want het is, het zij gezegd, een hele sportieve wedstrijd. Dit is weer zo'n typische Mark de Vries overtreding, zullen we maar zeggen. De extra tijd loopt, die bedraagt 4 minuten. 3 minuten heeft VVV nog om de gang richting Jupiler League te voorkomen. Door het maken van een goal, de winnende goal. Wildschut. Leva Cabessi, zonder te kijken. Schepers. Die kijkt nu wel. Dissels, daar ligt de ruimte. Aan de linkerkant bij de aanvoerder Turk. Turk met de paas. Die is niet goed richting Dissels. En dus VVV weer. Balbezit Cambuur. Martijn Barto. 3 assists van hem. Hemenieke richting Ucebo. In de lucht geklopt door Van Boksel. De voorzitter is nog. Ucebo! Ucebo! 2-3! VVV is door! 2 minuten gespeeld in de extra tijd. En Ucebo, de Nigeriaan, maakt er 4-3 van. Ja, dit is een absolute thriller hier vandaag in de koel. De spelers van Cambuur liggen geslagen op de grasmat. VVV maakt er 4-3 van. Ja, en dit mag toch niet meer misgaan. Maar ja, dat hebben we al een aantal keren gedacht in deze krankzinnige wedstrijd. Ucebo maakt er 4-3 van. En VVV alsnog door in de slotseconde zo'n beetje van deze wedstrijd. Je hebt zwaar bevochten zegens, maar dit is er absoluut een. Ucebo helemaal vrijgelaten overigens. Een dekkingsfout van je welste in de extra tijd aan de zijde van Cambuur. En dat betekent zo goed als zeker de uitschakeling van de Vriezen. Zojuist de kans om het af te maken via Schepers. Ja, alles nu weer naar voren. Onder andere de Vries, de lange bal. Het zal toch niet. Yoshida komt weg. Drosten. En de inworp via Wildschut. Minder dan een minuut nog te gaan. Bal schiet door, geen overtreding. En VVV met de bevrijdende trap, jawel. Want dit is een handsbal van Ucebo, die gaat geel krijgen. Ja, we hebben niet allemaal de hand van God.
Maar hij had wel zojuist de voet van God, want hij schiet VVV naar de volgende ronde. Pakt nog een gele kaart. Het zijzo stond niet op scherp. En dus kan hij gewoon aantreden tegen Helmond Sport. Dit moet de laatste kans worden voor Cambuur. De trap van Heesen. Bal verlengd en de kans van Dissels. Hij komt er net niet aan. De redding is er van Gentenaar. De 4 minuten extra tijd zitten erop. Makkeli kijkt op zijn klok. En weet dat het ieder moment gebeurd is. 7 goals. 0-0 in Leeuwarden. 7 goals hier vandaag in Venlo. En de bevrijding is daar. Hij doet het. Uchebo is de naam. In de extra tijd zorgt hij ervoor dat VVV doorgaat naar de volgende ronde van de Jupiler League Playoffs. Ten koste van Cambuur. Wat hebben ze gestreden, de Friese. Echt met het hart op de schoen. En ze leken daarvoor beloond te worden. Want de 3-3 van Van der Heijden leek ervoor te gaan zorgen dat Cambuur door mocht gaan naar de volgende ronde van de play-offs. Maar Uchebo zorgt hier vandaag voor het verschil. Een hele trieste gezichten aan de kant van Cambuur. Blijdschap en verdriet heel dicht bij elkaar hier op het veld in de koel. Ja, hij wil naar de supporters toe. Natuurlijk, deze Nigeriaan. Hij staat daar en mag zijn feestje vieren. Op de boarding, Uchebo schiet VVV richting de volgende ronde van de play-offs. Een geweldig gevecht hebben we hier gezien. Het werd 0-1 door Turk. Het was Berghuis die voor 1-1 zorgde. Daarna Berghuis met de 2-1. Turk bracht de spanning terug en bracht Cambuur langs zij. Toen was het Holla met een geweldig schot. 3-2 Van der Heijden met zijn eerste balcontact met de 3-3. En Uchebo maakt de belangrijkste goal van de middag. Namelijk de laatste, namelijk de winnende. Verslagen gezichten in het vak van meegereisde Friese supporters. Maar ze mogen toch met een trots gevoel de lange terugreis richting Leeuwarden aanvaarden. Uchebo is de man van de wedstrijd. Arts baalt natuurlijk ongelooflijk. De dekkingsfout in de slotseconde doet Cambuur hier uiteindelijk de das om. Lokhoff en VVV ontsnappen en de supporters natuurlijk in extase. De supporters althans van VVV. Het was een groepje dat wegging in de slotminuut van deze wedstrijd. Ze hadden er geen geloof meer in. Ze hadden gerekend buiten Uchebo. Bob Schepers kreeg de kans om er 3-4 van te maken. Maar slaagde daar niet in. En dus ligt Cambuur eruit en is VVV door. Spelers van Cambuur bedanken de Friese fans. Ja, dat hoort erbij. Twee hele goede wedstrijden tegen MVV. Twee hele goede wedstrijden tegen VVV. En misschien krijgen de Friese hier vandaag wel te weinig. Maar ja, dat zijn de harde wetten van het voetbal. Marcel Meeuw staat bij mij. Marcel, ik zeg het eerlijk. 10 minuten voor tijd. Ik gaf eigenlijk geen cent meer voor jullie kansen. Weer de gelijkmaker. Hoe voelde dat in het spel? Ja, wat je zelf zegt, uit het niets scoort Holla eigenlijk. Scoort hij een doelpunt. En dan denk je, dan gaan we alsnog door. 2 minuten later ligt hij er bij ons weer in. Dat probeer je wel, maar je bent eigenlijk al bezig van kut, we zijn gedegradeerd. En uit het niets scoort hij lang, scoort een doelpunt. En ik heb het al eerder een paar weken geleden al gezegd dat hij voor ons toch belangrijk gaat zijn in de na-competitie, omdat dat was hij vorig jaar ook, geloof ik. Het is toch knap en hij heeft ons nu in ieder geval een ronde verder geholpen, maar we zijn er nog lang mee. Ja,
in die 10 minuten, gaat er dan al een beeld door je heen van volgend jaar naar Sittard, naar Veendam, dat soort dingen, hè? Dat zeggen we altijd. Ja, stiekem wel eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Je rent nog maar op en neer en je probeert de aanval te zoeken. En uit het niets valt het doelpunt en dan win je nog. Ik denk dat Cambuur eerlijk gezegd meer recht had op overwinning, maar dat is voetbal. Hoe groot is dan die ontlading als het laatste fluitsignaal valt en terwijl je hem een paar seconden daarvoor nog eruit ligt? Ja, heel groot. Ik denk dat je al gezien hebt en het stadion ontplofte. We zijn een ronde verder en we krijgen nu Helmond Sport. Ook een taaie ploeg. We hebben wel in ieder geval laten zien dat we wilskracht hebben. En dat is wel heel belangrijk in deze play-offs, geloof ik. Dankjewel en nogmaals gefeliciteerd met deze winst. Tot zover Marcel Meeuwis, captain van VVV. We proberen nog iemand van Cambuur te spreken. Die zijn nog even afscheid aan het nemen van de supporters. Dat is logisch natuurlijk. Dus nog even terug naar Albert, denk ik. Lekker.